Maar dat houdt niet op. Ook, ik ben blij dat onze burgemeester Roel Kazimier hier aanwezig is en zo'n wethouder. Ongeveer over een maand een rotsblok langs de aarde scheert op zo'n 45 meter afstand. Oh nee, zo'n 45 meter. Nou, klaar. Zeker als onderdeel van educatie op locatie, waar jullie aan meedoen. En aangezien ik ook onderwijs in de portefeuille heb, wens ik jullie heel veel jonge bezoekers, want de jeugd heeft de toekomst. Zo is het, heel mooi. Dacht ik door een van onze vrijwilligers, waarmee we dus de coördinaten van een bepaalde ster of welke planeet kunnen invoeren, waarna dus die ster of die planeet vanzelf opgezocht wordt door onze telescoop. Ook de ervaring dat het hier koud is, zeker 's winters, en dat heeft alles te maken dat het hier koud moet zijn. Heeft alles te maken. En als je nou de oplichthandeling verrichten wilt, dan door te drukken op het knopje go to. Dat is alles. Dat is alles. En als het niet. Als het niet. Ja, maar wat had jij gewild dan, Loes? De ding trekken hier. En als het niet goed gaat, we zijn heel erg goed verzekerd. Ja, maar ik ook. Die knap. Oké. Okay. Nou, dan gaat die jongens op naar Jupiter. Wow. Ja. Daar gaan we. Niet. Ja, ja, rustig. Ja, ja. Eens kijken of het die kant op gaat. Daar moet je over weer zien. Daar ergens. Daar komt het straks naar de nou, volgens mij is het gelukt. Ja. Hè? Ja. Heel erg.